Elke 30 seconden gebeurt er iets chaotisch hier in GTA 5. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er vliegtuigen neerstorten op de grond. Dat kan zijn dat er bijvoorbeeld meteorieten uit de lucht komen vallen. Dat soort dingen. Heel chaotisch dus. Ik zit nu in mijn rode Lamborghini en ik ben hier in GTA 5. Het is lekker weer en ik heb de mod nog niet aanstaan. Het is namelijk een mod dat elke 30 seconden er iets randoms gebeurt. Iets heel chaotisch. En ik weet hoe we die mod kunnen aanzetten. Je moet dan even op het blauw duimpje omhoog drukken binnen 5 seconden. En psst, ook even abonneren. Doe dat zeker ook even. Dus knal op het blauw duimpje omhoog binnen 5, 4, 3, 2, 1. Bam. Dankjewel. En vergeet ook zeker niet even te abonneren. Doe het zeker even. Klik naast het abonneerknopje op het belletje. Abonneren is namelijk gratis. Waar wacht je op? Dankjewel. Het heeft gewerkt. De mod staat aan. En dat zie ik namelijk dat hier boven een balkje is. Een blauw balkje die opvult. En als die bij het einde is elke keer. Dat is elke keer 30 seconden. En dan gebeurt er iets heel chaotisch. En dat is binnen 3 seconden ongeveer. Ja, hij staat vol. Wat gebeurt er? Een aardbeving. Nee, er gebeurt een aardbeving. Ja, een aardbeving. Nee, ik vlieg in de lucht. Nee, niet exploderen, Kevin. Ik heb een hele mooie Lamborghini. Niet exploderen. Oh, ik ga sowieso dood. Het is een hele heftige aardbeving. Alle auto's in de lucht. Ik zit hier wel op een goed plekje. Alle auto's zijn in de lucht. Oh, nee. Ik ga hartstikke dood. Alle auto's ontploffen. Alles zit in de lucht. Nee. Alles trilt. Een dikke aardbeving. Dit is precies wat ik bedoel. Oké, overleef dit, Kevin. En mijn Lamborghini moet het ook overleven. En ja hoor, ik heb het overleefd. Soort van, als ik dit land, ik ben dood. Dit is zo zuur. Ik had het bijna overleefd. En dan ga ik precies nu dood. Oh, hij was net voorbij. Oké, ik kom uit het ziekenhuis. En er is ondertussen ook weer iets randoms gebeurd. Namelijk holy trails, oftewel benzine die achter mij aankomt. En ik denk, als ik daarop ga schieten, dan gebeurt er allemaal gekke dingen. En oh, zelfs de auto's die hebben van die benzine dingetjes. Wat de heck? Dus als ik nu een wapen erbij pak en als ik hierop ga schieten, dan... Oh ja, dat dacht ik al. Dan gaat alles in de fik. Wat gebeurt er als ik dat doe bij een auto? Oh nee, alles gaat in de fik. Oh, echt alles gaat in de fik, joh. Ik kom uit het ziekenhuis en ik heb nu even een auto nodig. En volgens mij is er weer iets randoms gebeurd. Ik zie namelijk dat alle auto's soort van dansen. Alle deuren gaan open heen en weer. Wat de heck? Maar welke auto wil ik hebben? Ik wil deze auto hebben. Dankjewel, meneer, met je luxe pakkie. Ga er eens even uit. Kijk wat er gebeurt. Al deze auto's hebben van die deuren en die gaan allemaal open. Wat gebeurt hier, joh? Oh, nee. Oh, mijn auto is nu soort van kapot. Oh, nee. Kan ik deze mevrouw ook even slaan met mijn motorkap? Oh, nee, ik ben uit mijn auto gestuurd. En deze mevrouw voor mij ook. Die liggen ook op de grond. Hallo? Michael, sta eens op. Ja, sta eens op. Goed zo. Wat de heck? Er is een bus bij me op mijn auto gespawnd. Wat de heck? Weet je wat? Over die bus gesproken. Ik wil die bus wel even hebben. Dat is toch top. Nee. Ga nou niet weg. Ik wil die bus hebben. Ik verstil die bus. Want stel je voor, er gebeurt iets random. Oh, oké. Ik dacht dat het één bus was. Maar blijkbaar zijn het er heel veel. Kijk dan. Kijk even hoeveel bussen hier zijn. Ik dacht, het is er maar eentje. Die is op mij gespawnd. Maar nee hoor. Kijk even al die bussen. Dit is zo chaotisch nu al. Het is niks voor niks natuurlijk een chaos mod. Oh nee. Er zijn mensen gespawnd die op mij schieten. Nee, ga weg, Kevin. Overleef dit. Ik moet het proberen te overleven. Deze mod. Deze mod moet ik overleven. Ook al is dat niet gelukt. Oh nee. Al deze mensen proberen me dood te schieten. Iedereen, elk mens hier in deze stad, die probeert mij dood te schieten, zie ik al wel. Zelfs hun, volgens mij, of niet? Ja, ze schieten allemaal op elkaar. Hier, ja, dit is zo foute boel. Dit is zo foute boel en ik ben dood. Ik ben dood. Oh nee, ik kom uit het ziekenhuis, maar op dit moment zijn nog steeds mensen op elkaar aan het schieten, volgens mij, of niet? Ja, er zijn nog steeds... Hier, deze vrouw heeft zojuist iemand neergestoken. Wat doet u, mevrouw? Op je maal, gauw. Oh, ik word weer neergeschoten. Achter het muurtje. Vanaf waar word ik beschoten? Vanuit die auto. Vlucht. Ik word beschoten. Ik heb al bloedvlekjes. Zelfs op mijn kont. Oh nee. Go. Rennen. Hier, kom op. Oh, dit is wel heel chaotisch. Verstop je achter de truck. Oh mijn god. Zelfs deze vrachtwagenchauffeur probeert iemand neer te steken. En dat lukt hem ook nog eens een keer. Oh, wat de heck gebeurt hier? Wat gebeurt er? Alle auto's zijn letterlijk groen geworden. Alle auto's zijn groen geworden. Ik verstop me in zijn auto. Go. Ik ga met deze truck weg. Alle auto's zijn letterlijk groen geworden. Wat de heck. En ik word nog steeds beschoten. Bizar. Zoveel chaotische dingetjes op dit moment. Kijk dan, alle auto's zijn groen. Oh, ik zie hier een mooie auto. Ik wil deze mooie auto hebben. Ook al zijn ze allemaal groen, maar dat maakt niet heel veel uit. Wel een mooie kleur. Hier. Zet iedereen in een random vehicle. Ik ben letterlijk in een random auto gezet. Hij is toevallig ook groen, maar met een andere vrouw. Hallo mevrouw, hoe gaat het met u? We gaan gewoon even een blokje rondrijden. Kom, we gaan deze ramp doen. Let's go. Oh, er gaat zo meteen weer iets spannends gebeuren. Halen we deze jump. Ongeveer, soort van. Oh mijn god, alle alarmen van elke auto van de stad gaat nu af, volgens mij, of niet? Ja, elk alarm van de stad gaat nu
letterlijk af. Oké, weet je wat? Als je het niet erg vindt, meneer, ga ik even deze Range Rover afpakken van u. Want ik wil niet in die rotauto. Ook al zijn ze allemaal groen, maar dat maakt niet uit. Oh mijn god, dit is, doet pijn aan mijn oren, al die alarmen van die auto's. Hoor dan. Oh, nee. Oh, wat? Oh, ik heb een hond erbij gekregen en die heb ik letterlijk aangereden. Oké, dat is wel heel zielig. Snel door. Ben jij al geabonneerd? Zo niet? Abonneer dan natuurlijk even zeker. Want 70% van de kijkers zijn namelijk nog steeds niet, nee, nog steeds niet geabonneerd. Kijk dit maar. Hier, 70%. Het staat hier. 70% is niet geabonneerd. En abonneren is namelijk gratis. Dus doe het zeker even. Waar wacht je op? Jij kan me ermee helpen. Dus abonneer. En pst, knal natuurlijk zeker even op dat blauw duimpje hoog. Doe dat zeker even, want het is zo chaotisch. Knal op blauw duimpje hoog. Oké, er gebeurt weer bijna iets randoms. Wat gaat gebeuren? Random verkeer. Oh, wat is dit? Wat is dit? Wat gebeurt er? Er is iets randoms gebeurd in het verkeer. Oh ja, ik zie het al. Er gebeuren allemaal random dingen in het verkeer. Ik heb een of andere truckbesturing nu. En ik zie daar bijvoorbeeld een of andere bus met een gekke DJ set erop. Wat de heck is dat? Ja, ik vind dit best wel behoorlijk random inderdaad. Ik zie allemaal, ja, dit is echt random. Ik zie daar ineens een random zeppelin. Ik zie hier ineens een random. Ik spawn ineens allemaal gekke voertuigen. Ik zie hier een vliegtuig. Ik ben deze vliegtuig en ik knal letterlijk met mijn gezicht in de propellers. Ik ben dood. Weer. Zo chaotisch is dit. Zo chaotisch. We zijn weer uit het ziekenhuis gekomen en hopelijk dat we er lang uit kunnen blijven. Ik zie hier een auto. Die is veel te snel. Oh, dat is een hele mooie auto. En ik zie daar een of andere snel. Wat? Oh. Alle voertuigen zijn in de lucht gespawnd. En in de lucht geschoten. Oké, ik zie ze daar allemaal omhoog nog in de lucht. Maar als ze nu omhoog in de lucht zijn, dat betekent natuurlijk dat er ook heel veel weer terugkomen. Dus ik moet even uitkijken dat er niet iets op mij belandt. Oh god. Wat gebeurt er allemaal? Er belanden allemaal brokstukken op mij. Oké, ik moet ontsnappen. Er gebeuren hier heel veel gekke dingen. Zoveel gekke dingen dat ik het niet eens meer kan voorstellen. Er spawnen allemaal gekke voertuigen in de lucht. Oké, snel. Stil deze auto's. Ik zie daar een helikopter. Ik ga die helikopter jatten. Ik zie het al. Het regent voertuigen. Het regent letterlijk voertuigen. Ik zie nu letterlijk een duikboot over een gebouw heen vliegen. Of wat is het? Ik weet niet wat het is. Ik heb op dit moment dus letterlijk een helikopter gestolen. Maar ik zie gewoon daar een duikboot. Ik zie hier allemaal gekke voertuigen. Ik heb op dit moment letterlijk wel een helikopter. Maar check die duikboot. Wat de heck? Is het wel verstandig om met zo'n chaotische mod nu te gaan vliegen? Ik heb geen idee. We gaan erachter komen. We gaan gewoon even random door de stad heen vliegen. Ik zie wel dat het balkje alweer bijna blauw is. En dat er weer iets randoms gaat gebeuren. Maar wat gaat er gebeuren in deze 30 seconden? Oké, ik zie dat er iets heel geks gebeurt. Oftewel, mijn beeld is letterlijk op en neer. Mijn beeld is letterlijk andersom. Ik kan nu niet normaal vliegen. Oké, wat ik al zei. Het is niet handig om te vliegen met deze mod. Oh, gelukkig. Ik ben weer terug. Oh, wat een geluk. Oké, laten we weer gaan landen. Ik zie wel weer dat het blauwe balkje weer bijna vol is en dat er weer iets randoms gebeurt. Oh, de tijd is nu weer dag gemaakt. Oké, nou dat was het al, dus dat is top. Laten we proberen te landen ergens of zo. Bij het vliegveld. Laten we dat proberen, bij het vliegveld te landen. Veilig te landen, als dat überhaupt lukt met deze mod. Snel, moeten we heel snel zijn, want ik zie namelijk dat het balkje omhoog gaat. Kunnen we dit redden? Gaan we dit redden als het balkje helemaal blauw is? Ik denk het niet, maar we kunnen er maar op één manier achterkomen. Oké, we gaan wel snel inderdaad. Hopelijk dat we dit kunnen redden zonder dat er zometeen weer iets randoms gaat gebeuren en iets heel chaotisch. Kom op, go, snel. Poor boy, ik heb letterlijk al mijn geld verloren. Rechtsbovenin staat het. Al mijn geld is nu letterlijk weg. Nee, ik had echt veel geld. Nu is dat allemaal weg. Oké, ik heb wel één klein probleempje. Ik ben nu aan het landen op het vliegveld, maar ik heb nu wel politie achter me aan, want ik mag hier niet namelijk zomaar landen. Oké, dat is wel een klein probleempje. Oh, even landen, Kevin. Kom op. Oh, bijna. Oh, nee. Weet je wat? Het is misschien ook niet heel handig om hier te gaan landen. We moeten wel een voertuig hebben natuurlijk. Oh ja, ik zie daar een auto. Kom op, landen. Ja, oké, top. Oh, ik zie daar een of andere. Welke auto gaan we doen? Ik ga deze doen. Dit is een leuk ding. Hallo meneer, ik stelde even deze gekke vliegveldauto. Ik weet niet wat het is. Oké, dit is vast wel een stevige auto om dit te overleven, deze mod. Want er kan van alles gebeuren. Oké, ik heb zojuist een of andere. Oh, de politie komt achter me aan. Ik moet verstoppen. Hier in de parkeergarage. Verstop je in de parkeergarage. Oh, het is gelukt. Gelukkig. We gaan naar boven in de parkeergarage. Hopelijk dat er dan iets kan gebeuren wat positief voor ons is. Want er kan ook bijvoorbeeld een helikopter spawnen. Dat kan ook. Ja, dat zou mooi zijn. Omdat natuurlijk de politie ons nu zoekt. Oh, wat gebeurt er? Mijn auto staat in de fik. Go. Mijn auto staat letterlijk in de fik. Oké, dat was niet positief. Oké, mijn auto is ontploft. Gelukkig dat ik eruit ben gesprongen. Oké, kom op. Naar boven. We moeten sowieso een betere auto hebben. Dat is ook wel een mooie auto. Maar we gaan gewoon naar boven. En dan gaan we gewoon kijken of er iets geks gebeurt wat positief is. Oké, we zijn er bijna op de parkeergarage. En er gebeurt weer iets randoms. Ja, oh, wat gebeurt er? Oh, dit is niet positief. Dit is niet slim om nu op het parkeergarage te zijn. Oftewel, er gebeurt iets heel randoms. Alle auto's komen op mij af. Ik,
ben een soort van magneet voor metaal. Nee, ik zit onder de auto's. Help, help. Oké, dit is niet goed. Dit is niet goed. Help, ik zit vast. Ik zit vast. Oké, dit is wat ik zie in first person. Elke keer als het balkje vol is, gebeurt er iets namelijk. En op dit moment gebeuren er echt gekke dingen. Ja, en hij is weer vol. Hij is weer vol. Niet voor speed. Oh, ja, ik ben eruit geklommen. What the heck? Kijk wat er is gebeurd. Misschien was het niet een goed idee om bovenop de... ja, op de parkeergarage te staan. Kunnen we hier wel even kijken wat er gebeurt? We hebben nu wel een mooi uitzicht op de stad. Dus we kunnen kijken wat er gaat gebeuren. Als het balkje hierboven weer vol gaat zijn. Kijk, 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 hij is bijna vol. Ja, Doomsday, wat is dat? Oh, we moeten vluchten. We moeten vluchten. We moeten 100% vluchten. Oftewel, alle auto's, alles. Er is een natuurramp of geen idee. We moeten vluchten. We moeten vluchten. Let's go. Let's go. Alles trilt. Er is een aardbeving. Er is een orkaan of wat dan ook allemaal. Alles vliegt door de lucht heen. We moeten nu zo snel mogelijk vluchten voordat we zometeen dood zijn. Alles vliegt door elkaar heen. Alles vliegt door elkaar heen. Het trilt. De grond trilt. We moeten wegkomen. Kom op. Go, go, go. Dit is wel heel spannend. Dit is wel heel spannend. Go, go, go. Spannend. Go naar beneden. Beter overleven we dit. Oké, er is weer wat gebeurd. Maar wat? Gelukkig is het. Het is nu wel voorbij, gelukkig. Maar er is weer iets randoms gebeurd. Ik heb geen idee wat. Iets met zwaartekracht. Maar ik heb er op dit moment geen last van. Ik hoor wel heel veel sirenes. Misschien dat. Oh my god. Het is echt heel chaotisch op dit moment. Ik zie daar wel twee politieagenten. Politieagenten, help mij. Ik ben veel te bang hiervoor op dit moment. Het is veel te chaotisch. Oh nee, ik ga wel weg. Sorry. Wat gebeurt er? Spawn een random enemy? Wat? Nee, nee joh, wat gebeurt? Wat? Een random enemy is naast me gespawnd en daardoor ging de politie ook op me schieten. We zijn weer uit het ziekenhuis gekomen en wat? Wat is er gebeurd met mijn outfit? Ik denk dat het komt door dat gekke chaotische motje. Ik denk dat het daardoor komt. Maar prima, we hebben wel een doodshoofd nu op ons hoofd. Dan kunnen we niet herkend worden. Oké, laten we nu proberen een auto te stelen. Want ja, zonder auto is dit echt niet te overleven gewoon. Nee, auto's, rij niet van me weg. Rij niet van me af. Rij niet van me weg. Auto's. Oh, oh, oh. Oh, dit is pijnlijk. Oh, oh, oh. Ja, ik wil deze mooie blauwe auto. Die is mooi, die is mooi. Uit de auto, meneer. Oké, we gaan naar voren. Oké, go, 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 go. Wat? Ik word uit de auto gesmeten. Nee, meneer. Nee, meneer. Dit is mijn auto. Dit is mijn auto. Kom op. Go, go, go. Go, vlucht, 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 vlucht. Wat? Wat gebeurt hier? Oh, wat? Oh, wat? Er is een vijand naast me gespawnd. En ze schiet op mij. Nee, dit is zo chaotisch. Go, vlucht, vlucht. We moeten hierin. We moeten hierin. We moeten ze proberen te ontsnappen. Ze proberen me te doden. Die ene auto probeert me letterlijk te doden. Oké, we moeten hier weg. Want deze auto is kapot. Deze auto is kapot. En ik kan geen andere auto. Deze auto. Nee, ik val. Oh, nee. En de politie zit weer achter me aan. Waarom? Ik heb geen idee. Wat gebeurt er met die auto's? Waarom rijden ze achteruit? Wat gebeurt er überhaupt met die auto's? Dat zou vast wel iets te maken hebben met de mod. Kijk dan even. Iedereen rijdt achteruit. Wat gebeurt er, man? Leer eens rijden, joh. Ben ik nou dood? Nee. Probeer eens te rijden, man, kerel. Ga eens even uit de auto. Ik leer jou wel rijden. Kom op. Go, 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 go. Er gaat weer iets heel randoms gebeuren binnen een paar seconden. Dit gaat weer echt zo gek worden. Oké, er gebeurt iets randoms weer. Oké, ik heb mijn gele Lamborghini weer uit de garage gehaald. Alleen nu is het even op zoek naar een veilige plek. Want het is zo chaotisch. Ik moet een veilige kelder hebben, een veilige plek, een huis. Kijk, go, 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 go. Wat gebeurt hier nou? Oké, we moeten ontsnappen, maar wat is de beste plek om te ontsnappen? Om veilig te zijn. Ergens onder een parkeergarage of zo, en dit keer niet boven een parkeergarage, want dat gaat sowieso fout. Oh, wat gebeurt er met alle burgers? Wat? Ik reed de burgers aan en ze gingen allemaal dood. Ze ontploften allemaal, en ik ook. Maar nu ben ik ook veilig in het ziekenhuis. Oké, dit was wel echt heel erg chaotisch. Knal natuurlijk even zeker op dat blauw duimpje omhoog, al heb je ervan genoten. Doe het zeker even. En knal natuurlijk zeker even op het abonneerknopje. Doe het ook natuurlijk even zeker even. Abonneer is namelijk gratis. En wie houdt er nou niet van gratis? Dus abonneer. Waar wacht je op? Dankjewel. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Later.